Good allemaal, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En welkom dat je kijkt met me bij een nieuwe video op mijn kanaal. Een nieuwe challenge, jazeker. Ik kwam er laatst achter dat ik best wel veel centjes uitgeef aan eten. En nou is dat natuurlijk normaal. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik best wel regelmatig de makkelijke weg kies. Dus dat ik even wat eten bestel, dat ik gewoon uit eten ga of wat dan ook. Dus daarom heb ik wat nieuws bedacht, namelijk ik ga deze hele week lang proberen te eten zonder ook maar 1 euro uit te geven aan eten. Dus ik was eigenlijk gewoon een skere, gierige motherfucker. Yep. Ik ben het wc binnengesmokkeld. Check. Toch 1,85 euro bespaard, jongens. Goedemorgen. Oh ja, mijn stem hier klinkt gewoon als een houtversnipperaar over datum. Ja, ik had een iets gezellige avond van tevoren. Hey, vraag je, heb jij eten daar al? Ja, wel wat. Ja, perfect. Ja, kijk, normaal gesproken zou ik onderweg even wat eten halen. En ik heb honger, pik. Maar ik ga het inhouden. En ik ga over 50 minuten een hotdog eten. Ik ben namelijk onderweg naar mijn editors, Sjoerd en Lennart. Want we gaan Monimatties maken, een nieuwe show. Ik wil hem even perfect maken, dus ik ga er even langs. Ik ga gewoon alles eten wat zij hebben. Alles opdrinken wat zij hebben. Ik ga geen euro uitgeven, pik. Ik betaal helemaal nergens meer voor. Nou, zo werkt dat. Fuck jullie. Hey, stakkers. Hey. Kom weer even eten halen. Ja, kom maar. Hey. Ik mag de hele week geen geld uitgeven aan eten. Succes, man. Ja. Dat komt goed uit. Daarom vroeg je om bij eten halen. Ja, precies. Jeetje, wat lekker. Zo zie je maar weer. Het was de moeite waard. Ik heb het volgehouden en ik geniet van mijn gratis hotdog. Die smaakt naar plastic speelgoed. Maar goed, het is wel eten. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik ben even in bad geweest met Nina. Hele vieze dingen gedaan. Duw met die duimen zo zeg maar in haar lies. Nou, waardoor haar bekken zeg maar zo kantel. Dat was wel even lekker. Ik heb niet gegeten. Dus ik hoopte eigenlijk onderweg dat Nina nog wat eten zou hebben. Want ik had tegen Nina gezegd dat ik niet zou mee eten. I fucked up. Maar ik heb alsnog honger. Hoop dat er iets in de koelkast ligt. Dat ik gewoon nog kan chappen. Ja, kijk eens. Dit had ik al gehoopt. Dit is precies wat ik wil. Deze sushi ga ik chappen. En dan ga ik naar bed. Dan is officieel de dag voorbij. Morgen is het maandag. Dan begint de officiële week. Het komt goed. Ja, ik vertrouw mezelf. Tot morgen. Oh ja, en als je denkt, hè, hoezo ligt er in één keer sushi in je koelkast? Had ik praktisch gezien gewoon stiekem kunnen bestellen. Nina heeft besteld. En ik ben niet van plan om het terug te betalen. Dat zijn de voordelen van samenwonen. Goedenavond, kort maar krachtig. Het is 8:30 en ik kan jullie mededelen dat ik de hele dag heb geknutseld. Ah, niet echt knutselen, ik heb geklust. Ik heb allemaal dingen gedaan samen met Rick. Ik ben eigenlijk de hele dag thuis geweest en heb de hele dag dingen uit de kast gevreten en thee gedronken. En 0 euro uitgegeven. Mijn avondeten was wederom gesponsord door Nina Waring. Ik heb met haar nog niet overlegd of ik over de boodschappen ga splitten. Ik ga haar nu even vragen. Hey Nina, betaal jij de boodschappen van het eten vanavond of gaan we het splitten? Ik betaal. De boodschappen, boodschappen, boodschappen. Oké, dus hoef ik jou niet terug te betalen? Ja, het kan wel, maar ik heb voor vandaag die kip hadden we al in de vriezer. De aardappeltjes kwamen ook uit de vriezer, dus ik heb alleen een broccoli, maar dat was 70 cent. Dus... Goeie scoren. Goeie scoren. Trots op jou. Wie betaalt de schade? Nina Waring. Wie betaalt de schade? Tweede dag, zit erop. Tot morgen. Doei. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is dinsdag, bijna 9 uur. Wat zeg ik? 8:55. Het is een nieuwe dag. We gaan er een fantastische dag van maken. Niet alleen een fantastische dag. Jezus, ik kan niet eens articuleren. Ja. Niet alleen een fantastische dag, maar ook een hele goedkope dag. Ik ben onderweg naar de studio. Ik ga wat muziek maken. Dat wordt super leuk. En ik heb nog niet ontbeten, dus ik hoop dat ze daar een beetje chaps hebben. Maar het is eerst tijd om wat lekkere deuntjes te maken. Ja, oude ijsbakker. Hij niet filmen, hè? Verboden. Ik film jou. Hier zien we een getalenteerde muzikale man. Ik weet dus niet wie de snollers zijn. Hij weet niet wie snollebolletjes zijn. Sorry. Maakt niet uit. Maar ik ben wel blij dat jij het ontbijt even hebt betaald. Echt graag gedaan, man. Yeah! You forgot something. Ik moet nog even mijn waterfles vullen. Hey, ik mag geen geld uitgeven, hè? Nee, water is goed voor me. Ja, wat wil je mij nou een fles knoflooksaus geven of zo? Oh, dit vind ik wel lekker. Ja, nee, maar hoef jij dit niet? Nee, ik hoef niet meer. Nou, nu ga ik echt weg. Doei. Nee, later hè. Goedjes. Hey, familie Bellot. Wat een knappe mensen allemaal. De vorige take was totaal niet fout gegaan, waardoor we dit nu helemaal weer opnieuw moeten doen. Ik ga ervan uit dat ik geen tikkie krijg achteraf. Nou, doen we dan gewoon die week daarna.
Goedenavond, lieve mensen. Het is woensdagavond. Nina en ik zijn vandaag naar Prinses Maxima Centrum gegaan. Dat is het centrum waar eigenlijk zoveel mogelijk kinderen met kanker worden opgenomen om daar behandeld te worden, om daar chemo's te hebben en allemaal dat soort dingen. Het is daarom dat ik een beetje weinig gefilmd heb, want ja, dat is niet per se echt de plek waar je filmt. Vandaar dat er vandaag eigenlijk niet zo heel veel op beeld was. Tot zover vandaag, tot morgen. Goedemorgen, het is donderdag. Vandaag heb ik een afspraak van, geloof het of niet, 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Ik ga gewoon nu van 8 tot 3 koffie drinken, lunchen, alles op kosten van mijn management. Dat scheelt, dan ben ik 0 euro kwijt. Dankjewel, mazzel. Ik ga even snel wat eten. Als het goed is, leven we gewoon weer op... Maar is dit nasi of zo? We leven gewoon op nasi. Helemaal top. En dan heb ik vanavond nog de fashion show van Femke, haar nieuwe kledinglijn. Dus ik hoop dat het daar openbaar is. Cause I'm not paying for that shit. Ik moet eerlijk zeggen, deze week tot nu toe best wel interessant. Niet omdat ik op een budget leef, maar omdat ik erachter kom hoe makkelijk ik eigenlijk geld uitgeef. Maar wat ik ook merk in deze week, is dat ik omringd ben met mensen die eigenlijk allemaal willen betalen. Dus dat is op zich wel mooi. De conclusie is dus eigenlijk, ik heb me gewoon omringd met rijke tata's. Eet smakelijk. It's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Het is vrijdag, de ene laatste dag van mijn challenge. Gisteravond bij Femke was het geen modeshow of fashion show, maar het was de lancering van haar documentaire over Bond. Het was open bar, dus ik heb 0 euro uitgegeven. Vandaag ga ik in de studio met een hele leuke artiest. En heb ik 's middags iets op kantoor. En heb ik vanavond nog een awardshow. Dus ik denk dat ook vandaag ik het wel ga overleven. We gaan er een mooie dag van maken, later. Jazeker, we zijn aangekomen in de studio. Op het moment dat je dit kijkt, of op het moment dat deze video online komt, is ook al de plaat uit. Mijn plaatje met snolle bolletjes. Leuke sfeer wel! Spelen! Tot de als je nog niet geluisterd hebt, gaan we sowieso even checken. We gaan even laten zien hoe het werkt hier. Ik ben hier onder andere met Maurice. En wij gaan even wat koortjes inzingen. Ze zuigen halve liters. 1, 2, 4! Ze zuigen halve liters. 1, 2, 4! Poesje van papier. Oké, dat was de studio sessie. Heel kort, maar krachtig. Ik heb niet zo heel veel tijd namelijk, dus ik moet ook weer verder nu. Nu ga ik naar kantoor. Ik moet even een presentatie geven. Ik heb wel honger eigenlijk, dat is wel waar. We houden gewoon vol totdat we op kantoor zijn en hopen dat daar een beetje eten is. Hey Q. Yo. Ik mag de hele week geen geld uitgeven aan eten. Bro, voordat ik met YouTube begon moest ik rondkomen met 50 euro in de week, man, bro. Ja, maar was je toen gelukkig? Nee. Je hebt nog 2 dagen. Ja. Vandaag ga je gewoon besparen, man, bro. Desnoods ga je gewoon op die droge boterham leven. Dan word je gesponsord door Mackie. Nee, was het maar zo. Hé, hey, maar Mackie, als je kijkt, sponsor mij. I like it. Hé, gooi ook een campagne op mij, man. Het is de laatste dag. Vandaag gaan Nina en ik langs allemaal kijkers, omdat wij een aantal weken geleden de grote cadeaushow hebben gedaan. Dus wij stappen straks de auto in, de hele auto zit volgeladen met alle spullen. Gaan we door heel het land rijden. Goedemiddag. Hoi. Alles goed? Ja. Wij komen even een barbecue brengen. Lieke. Hoi. Hoi, Mike. Kelvin. Jij hebt een barbecue gewonnen. Ja. Hé, hey, Likkie, je hebt een barbecue gewonnen. Ja. Zullen we dan naar binnen? Ja. Ja, maar wij moeten heel nodig pissen. Ja, dat mag. Ja. Oké. Okay. Gaan we nog de groetjes doen? Ja, groetjes staan groep 7-8 B van de Jozef School Lichtenvoorde. Huts. Huts. Ik ben hier alles aan het opeten. Want ja, nu kunnen we nog eten. Het was toch leuk? Dat was leuk. We gaan weer verder. We zijn met de Jeep. Dus het is lekker rijden. Het is een lekkere dag. De zon schijnt. Hopen dat we geen ruzie krijgen in de auto. Hallo! Hoi. Ben jij Brit? Hallo! Ja, Brit! Hoi! Hallo, Brit! Hoi! Je hebt gewonnen! Oh, weer rondjes! Woe! Hallo! Hey, hondje! Kelvin! Zijn jullie allemaal familie? Ja! Allemaal zusjes! Helemaal niet! Zijn de buurmeisjes! Kijk eens nou, waarom lieg je tegen mij? Nou, succes! En heel erg bedankt voor het gastvrij! Ja, dankjewel! Dankjewel! Geniet ervan! Doei doei! Hebben jullie paprika's meegenomen? Ja. Ja, ja, lekker hoor. Hey. Mijn budget van deze week is op. Heb je nog paprika's gekocht? Ja. Hallo. Hey. Hallo daar. Hoi. Goedemorgen. Nina. Hallo. Hoi, Iris. Kelvin. Wie heeft daar gewonnen? De een of de ander? Jij hebt gewonnen. Iris, je hebt van ons. Dankjewel. Een hotel vannacht voor 2 personen gewonnen. Ziet er helemaal uit. Nou, met dit ding kun je eigenlijk niks. Nee. We hebben adresje nummer 3 gehad in Jubbega in Friesland. Dus we zijn nogal het land doorgekrost. Nina en ik sterven een beetje van de honger. Dus we gaan echt even eten halen. En dat doen we bij de koop. Bij de koop. Bij de koop.
Wij zijn losgegaan in de koop. Als je op budget bent, dan ga je dit niet allemaal als lunch kopen. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. We hadden echt veel honger. Dus wat was het? 22 euro of zo? Ik betaal de schade. Nina. Ik betaal de schade. Maar ik ben nog niet op mijn budget, dus dat scheelt weer. Nee, dit is wel. Hallo. Hallo. Hi. Wij komen voor de fiets. Ik heb aan je fiets gelukt. Hey. Hi. Calvin. Hij is echt mooi. Ja, goed hè? Oh, jij gaat ook echt zo mooi. Jeetje. Wat Samme zegt. Ik kom een fiets brengen, meteen afhalen. Avondeten zit erop. Nina heeft het avondeten betaald. Anders moest ik helaas het kindermenu nemen. Het was gewoon 45 euro. We hebben allebei één frisdrankje gehad en een hoofdgerecht. Ja. 45 euro. Vind ik niet normaal. Ik vind het ook niet normaal. Wie betaalt de schade? Nina Waring. Wie betaalt de schade? Nina. Wie betaalt de schade? Nina. Betaalt.